In ons melkweg zijn er ongeveer 100 miljard sterren. De meeste zoals is onze zon, sommige wat zwaarder, sommige wat lichter. En als zulke sterren doodgaan, kunnen er zwarte gaten ontstaan. Hoe zie je nou een zwart gat? Het goede antwoord is, dan moet je zoeken naar de helderste lichtbronnen in de melkweg. Dat zijn zwarte gaten. Laten we nog eens even kijken naar de sterrenhemel. Die hemel die je zo ziet, is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is lang niet in alle soorten licht zo. Er zijn veel andere soorten licht dan zichtbaar licht. Je hebt ook radiostraling en röntgenstraling. En het zijn die bronnen waar je ook zwarte gaten in vindt. Zwarte gaten ontstaan wanneer zware sterren doodgaan uit de kern van die zware ster. Maar sterren worden vaak in groepjes geboren. Twee sterren bij elkaar, dat noemen we een dubbelster, die draaien om elkaar heen. Als nou één van die sterren aan het eind van haar leven een zwart gat wordt, is die andere ster er nog. Dus wat je dan krijgt, is niet een zwart gat alleen, maar een zwart gat met een buurvrouw die leeggezogen wordt. En dat gas dat langzaam naar dat zwarte gat toestroomt, voelt de hele sterke zwaartekracht van dat zwarte gat en wordt dus met een steeds grotere snelheid valt het naar dat zwart gat toe. Daar valt het op ander gas dat al naar binnen aan het vallen is. En gasstromen die heel hard met elkaar botsen, die worden ook weer ontzettend heet. Dat gas wordt zo heet als het binnenste van de zon, wel 10 miljoen graden. En als gas 10 miljoen graden warm wordt, dan zendt het röntgenstraling uit. Dus dat is het antwoord. Die 100 miljoen zwarte gaten in onze melkweg, waarvan de meeste niet gevoerd worden, die kun je niet zien. Maar als een zwart gat gevoerd wordt, dan wordt het voedsel vlak voordat het erin valt heel heet. En dan straalt het licht uit en dat kun je zien. En dat is zoveel licht dat je het niet alleen kunt zien, maar dat het zelfs de helderste bronnen aan de hemel zijn.